Wij krijgen als eerste het gedicht van Zebranja. In het jaar 2008 was ik geen vrouw van 55. Lag ik niet 3 dagen bedolven onder de sneeuw. Werd mijn eigen vrouw niet door 10 mannen verkracht en levenloos uit een rijdende legertruck geworpen. Werden onze kinderen niet van ons afgepakt. In het jaar 2008 was ik een man van 34, rende ik samen met mijn vrouw naakt over het strand van een Duits waddeneiland. Doken we een aprilkoude Noordzee in. Alles aan mij werd klein. In het jaar 2008 was ik niet zwart. Deed ik geen gooi naar het presidentschap, waren er geen 100 geweren op me gericht, werd ik maar matig gehaat. In dat afgelopen jaar kwam ik te vaak bij mijn huisarts, die me zei minder te gaan drinken, die me maagtabletten gaf. En ik dacht, ik ben toch 34 en geen 64. En begon minder te drinken. In het jaar 2008 was ik geen vrouw van 55... die 3 dagen onder de Canadese sneeuw bedolven lag, voor wie ik haar diepgelovige man bij de keukentafel bidden zag. In het jaar 2008 heb ik, goddank, mijn vrouw, mijn handen en voeten nog. Mooi gedicht. Vind je niet, Geert? En nog te begrijpen ook. En wat me opvalt is, als ik de gedichten van Zebranja lees, dan is de interpunctie is weg. Maar hier wordt de interpunctie door de voordracht aangegeven. Echte poëzie moet je horen, hè? Echte poëzie moet je horen? Ja, lijkt me wel. Oké.